Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes. So here I am, in the most beautiful main square in the world, on that enormous stage. I'm grateful to Mayor Tielemans and his team because he gave us his blessing. I can understand the enormous preparation that went into this beforehand. Dozens of people have been laboring away for months to make this possible. Voor de twee concerten van Helmut Lotti op de Grote Markt hier in Brussel verwachten wij ongeveer een 2500 mensen betalend publiek. De markt is een openbare plaats, dus die moet vrij toegankelijk blijven. Mama, just kill the man. Put a gun against his head. Pull my trigger, now he's dead. Om die veiligheid hier op de Grote Markt te garanderen, werken we nauw samen met de verschillende politiediensten. We hebben dan ook nog een eigen securitydienst en zo hopen wij alles te kunnen opvangen. Ik kan mij fantastisch inleven, ook al tijdens de repetitie in Bohemian Rhapsody, omdat het mijn absolute lievelingsliedje aller tijden is. Ik heb geen flauw idee voor wat het hier staat, maar ik ben er wel blij mee. On stage in the afternoon, the temperature is no less than 42 degrees Celsius. The weather gods are smiling on us, but that wasn't always the case during filming. For this TV special, we had to record three video clips too. Our first day of shooting was planned for the coast, but this is Belgium, and the weather gods were not in such a good mood. The director ran through a few shots with the cameraman, but in the end, we had to give up recording. Sitting on the dock of the bay, daar gaan we dus een heel zomers clipje bij draaien. Maar daarvoor moet de zon wel schijnen. Ik bedoel, je kunt niet zingen sitting in the morning sun. Terwijl dat het waait langs alle kanten, dat de regen aan het vallen is en dat de lucht donkergrijs ziet. 3 days later, the weather was great again and we were able to start. Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships roll in. Then I watch him roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het wel leuk vind van in België te filmen, omdat ik vanavond dan in mijn eigen bed kan liggen. Dan ben ik zeker dat ik goed slaap. I left my home in Georgia. Zie ik hier aan de zee zit, krijg ik toch sowieso een vakantiegevoel. Het probleem is wel, denk ik, dat er hier meer mensen zijn die mij kennen en dat ze ook meer naar de camera kijken dan in andere landen. Roll camera! So I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm just sitting on the dock of the bay. Zing Sitting on the Dock of a Bay, Wasting Time. En dat is het ook. Televisie is vooral veel wachten. En inderdaad, kostbare tijd van uw leven verspillen. Maar dat is nu eenmaal mijn beroep. Hè. But waiting can be useful too. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mama. Happy birthday to you.
Gelukkige verjaardag, hè, man. En hoe jong zijn ze nu? 56. Proficiat. Salutjes, hè. Ik ga verder werken. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas rising up through the air. Muzikaal is het pop, dus het gaat iets sneller. Dus de beeldwisseling en de intercutting is veel sneller dan de normale classics. En dan is het natuurlijk een werk om zoveel mogelijk een balans te vinden tussen Helmut, de muzikanten, en de omgeving natuurlijk. We hebben er hard aan gewerkt en ik geloof dat we de plaat klinkt niet alleen goed, maar er zit leven in. Sfeer. Hij kan niet ophouden natuurlijk. Sfeer en leven zit er in die plaat. En daar ben ik heel erg blij omdat ons dat gelukt is. Helmut is eigenlijk een schat om mee te werken, maar is eigenlijk voor ons vrij vermoeiend. Alles komt hier geluidsgewijs toe. En daarboven zit Helmut nog de ganse dag te zingen. Ik bedoel, dat is leuk, maar het is vermoeiend omdat het stopt nooit. Oh, the lady, oh, the lady. Well, thank you very much. Thank you. Thank you. You're a fantastic audience. Thank you. Oak salad, Annie. The gate has got your granny. Is everybody still awake? Is iedereen nog wach? Shadows follow me, and the night won't set me free. But I... Dames en heren, dit is mijn producer. Hij vertoont hier hetzelfde gedrag als in de studio. We skip the light fandango, turn cartwheels across the floor. I was feeling kinda seasick. Helmut is heel nauw betrokken bij de opnemen van de platen en dat wil hij. En ik vind het ook heel erg terecht en juist. Bij het artistieke gebeuren, bij het uitzoeken van de nummers, bij de arrangementen. Hij werkt nu samen met Wim Boets, de arrangeur. In de studio is hij heel veel bij, zoveel als hij kan. En ik vind het een hele opgave dat hij dat dus nu ook weer gedaan heeft. That her face at first just ghostly turned white up, shade of. Ik heb een hele grote bewondering voor hem, want ik heb met verschrikkelijk veel artiesten gewerkt, nationaal. Sorry Peter, but I am working here. And they worked hard too. Thank you Mrs. Dasseville, Piet en Isabel. One of the oldest and most beautiful cafes in Brussels is the Sirio. That was the perfect location for recording Crying. Jacques Brel was hier gast aan huis, zo. Het was zo'n beetje zijn stamcafé. En ook dat van mij, het is daarom dat ik direct een koffie kreeg van als ik binnenkwam. Crying, crying is hard to understand. Hard to understand with the touch of your hand. Prima, heel goed jongens, dank je. Helmut. Of Dirk liever. Pa? Die figuranten, die is er nog altijd niet. In welke mate is dat een heel groot probleem? Die gaat er wel geraakt zijn, maar... Maar ja, maar probleem... Oh ja, dat is geen probleem. Ik ben nog wel zeker een half uur bezig met de close-ups van Helmut. The extras only play a small role in the videoclip. But if they arrive late, that can cause stress on the set. Ja, we zijn eigenlijk een heel verhaal aan het ophangen voor Helmut. Dat er inderdaad een figurant te laat is. Maar eigenlijk is het gewoon een verrassing voor hem. Omdat er zal iemand meespelen vandaag die wel heel belangrijk is voor Helmut. Start weergave. You sat so long, left me standing all alone.
It was quite a shock when I noticed that my wife was suddenly pressed into service as an extra. Wat denk je? Wacht, wacht. De figurante is 2 uur te laat. Het is aan mij dat de figurante 2 uur te laat is. Ik dacht dat ik een... Ja, hier zat een meisje voor Mystery Lady te spelen. En plots komt er een ander meisje binnen. En het is mijn vrouw. Maar ik ben wel blij. Nu hoef ik niks uit te leggen, Tess. She really had me there. In the afternoon, we set off for the Kleine Zavel or Petit Sablon, one of the loveliest parks in Brussels. That is where we filmed the rest of the story. Oh, het is het verhaal van verdriet, hè? Het is het verhaal van een eenzaam zanger die zijn verdriet zingt over een vergane liefde. Die dan geconfronteerd wordt met een jeugdige vrouw, een mysterieuze vrouw waar hem wel ziet mee zitten. En die hem heel de clip lang achtervolgt. En ja, wat er op het einde mee gebeurt, ja, dat laat ik in het midden gewoon. Het is wel leuk om dat mee te maken. Want ik hoor hem altijd van alles vertellen, maar als je het niet zelf meegemaakt hebt, dan weet je niet wat het precies is. But darling, what can I do? For you don't love me. And I'll always be. Actually, we prefer to keep our private lives out of the spotlight, but for once we decided to make an exception. Ik vind het wel plezant dat Carol meewerkt eigenlijk, want nu weet ze ook eens hoe leuk televisie is. En ze mag ook gezien worden, dus ik vind het wel leuk dat ze meespeelt. I must say that it was not always easy to concentrate with her around. Je hoort het maar iets van mij. Het is ons plezier en onze vriendschap met allemaal te werken met het toerisme en surtout met Emile Loti. De eerste keer als hij op de Grote Markt komt. Oh, dit is voor mij een star, Lacas, een tenor. En het is een mens, als ik die muziek, dat is een muziek als je moet erop dansen. Ik heb nog een cadeauke voor u van Helmoet. Oh, dat moet je zelf open doen. Joske, merci beaucoup. Hey, dank je wel voor u en mijn lotie. Joske, vrouw, dank je wel. Roep er niet op. Wel ten eerste op mijn wekker, zal dan wel eens een wekker komen. Hé, hey. Helmoet! Helmoet! Merci. Joske, graag gedaan. Dank je. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. We had a great time during the rehearsals of Nights in White Satin. Especially our conductor André really does get carried away with his work. Wat een prachtige vrouw hebben we toch weer. Ongelooflijk. Wat een genot om op dit mooie plein met deze prachtige vrouw te mogen werken. Ongelooflijk. Ik ben een gezegend mens. I remember all my life. Raining down as cold as ice. Shadows of a man. A face through a window. Crying in the night. The night goes into morning.
been just another day. We hebben van Mandy ook een clipje opgenomen en dat was ongelooflijk romantisch in het Metropoolhotel in Brussel. Een heel mooi, romantisch hotel met zo'n echte ouderwetse lift nog. Met een rooster. Het was echt fantastisch. En een ontbijt op bed zijn. You came and you gave without taking, but I sent you away, oh Mandy. You kissed me and stopped me from shaking, and I need you today, oh Mandy. Part of the Mandy video was shot in the world famous Rue des Bouchers. There is always a very pleasant, bustling atmosphere here in the evenings. It was just the right setting for the romantic closing scene of the video clip. Dankzij het feit dat mijn manager geregeld heeft dat mijn vrouw hier met mij komt eten vanavond, kan ik nog eens praten met haar. En action! Formidable, quand même, c'est un chanteur. Salut. In the morning before the first performance, I'm officially welcomed to the town hall by the Elder Man for Culture and the Friends of Monica Peace. To mark the occasion of my concerts, Brussels' best-known resident was going to wear the same outfit as me. Ik ben natuurlijk zeer trots dat u de Grote Markt hebt gekozen om uw concert, de opname van uw concert te doen. Het is natuurlijk de mooiste plaats ter wereld. During a short ceremony, I am also made a member of the order of this world-famous urinator. Dit is een erediploma van de Orde van de Vrienden van Monica Peace. Dat ik gekregen heb voor bewezen diensten aan de Brusselse tradities en folklore. En zelfs gaat Manneke Pies mijn kostuum aan hebben ook. Dus het is te veel eer. Afterwards we go in a procession to the statue and his new suit is solemnly revealed. Het is voor mij gelijk, hè? Anders begin ik toch niet. Eén op zijn Brussels. Twee. 2.5 en nu is 3. Rekenen op de 5. Through an appeal in the popular Flemish magazine Dag Allemaal, we had assembled a choir for sailing. We selected about 50 children out of the hundreds of applicants. Freddy Bierset, with whom I always work during my shows, listened carefully to all the entries and is shown here making the final selection. Het is gewoon genieten van kinderen die, ja, u ziet het allemaal, heel heel gelukkig zijn dat ze mogen meedoen aan dit project. En we zeggen van dat heel heel mooi zal worden, heel emotioneel vooral. Ik heb een klein beetje ervaring. En ik heb ooit bij Lisa Leboe op het podium gestaan. Ik ben wel een beetje nerveus. Ik kan ook goed opera zingen ook. In the beautiful Gothic chamber of Brussels Town Hall, the 51 selected children have to appear on stage for their final rehearsal. I get goosebumps when I go to listen secretly in the corridor. All those children's voices are really breathtaking. Schattig en het klinkt ook goed. Het klinkt fantastisch. Little Laura makes a big impression on me. I am flying like a bird.
across the sky. I am flying, passing high clouds to be with you, to be free. Ik wil zeggen dat ik Helmut een heel grappige man vind. Dat liedje van dat hondje, dat vond ik wel heel leuk. Het hondje van de bakker. Had vies gedaan. Had vies gedaan. Het was gaan zwemmen. Het was gaan zwemmen. Zonder zwembroekje aan. Zonder zwembroekje aan. Ik had nooit gedacht dat hij zo grappig ging zijn. The press descended on Brussels en masse. And that is always great for an artist. But a lot of journalists also means a lot of extra work for me. Dozens of interviews are on the schedule, all crammed in between rehearsals. Op die twee dagen denk ik dat we toch aan een 300 mensen media zitten. Dat zijn cameraploegen, dat zijn fotografen, dat zijn journalisten. Helmut doet twee dagen interviews, we hebben morgen een persconferentie. Hij doet dat uiteraard altijd op een zeer professionele, correcte manier. I'm fine at home. Most journalists want to know why I opted for real pop classics this time. Pop classics, dat was iets dat ik eigenlijk al lang wilde doen. Ik wou in 1995 eigenlijk al een plaat maken met liedjes van de Beatles, de Bee Gees. En toen hadden wij Bohemian Rhapsody al klaargemaakt, symfonisch. Dus ja, dit is een plaat die 8 jaar later komt dan voorzien. Maar ik ben daar blij om, want we hebben 8 jaar meer bagage. Ik had die plaat nooit zo kunnen maken 8 jaar geleden. Het was mijn droom vanaf ik begon te zingen om met een groot orkest achter mij te staan. En ik ben ongelooflijk blij dat die droom is uitgekomen en dat die mag blijven duren. Seeing the suffering in Mozambique with my own eyes was a completely disconcerting experience. But as a goodwill ambassador for UNICEF, I feel it is important to see things on the spot regularly. As a human being and as an artist, I have to carry a weaker brother on my shoulders. It was these images that kept coming into my mind during the recording of He Ain't Heavy, He's My Brother. This is the original health post for the village here.
Yes. And it basically has one nurse normally here, but now there's 60, 70,000 people here. There are more nurses here, and nurses who themselves have lost their houses have come to work here, and tents have been set up. It does basic, the first people need to be treated for malaria or diarrhea, etc., they will come here. What is happening here? So this is stand is only for children. Yes. So all children sick first pass by here, so they make a diagnostic and then they send a specific treatment. I was always amazed at how the people from UNICEF achieved such tremendous results with such limited resources. One thing which is very important we never think of is this. Soap. So you can even see UNICEF Mozambique on the side, yeah. Renesip. Simple thing. I mean, really? Go to the toilet, wash your hands. Wash your hands. Frontline response against cholera and other hygiene and diseases. The road is long. To who knows where, who knows where, but I'm strong enough to carry him. He ain't heavy. My brother. Ik vind het wonderbaarlijk dat die mensen precies nog vrede hebben met de situatie. Dat die toch blijkbaar alles ook redelijk goed onder controle hebben. En dat de kinderen zelfs nog lachen. Ik ben hier eigenlijk gewoon om aan de mensen te laten zien hoe de situatie is. En dat het niet genoeg is van gewoon eerste hulp te verlenen. Maar dat er ook nazorg nodig is. Dat is heel belangrijk. En dat daarvoor dus ook nog geld nodig is. Thank you very much. I spoke about those problems in Mozambique with Graça Machel, wife of Nelson Mandela. We know that you and your husband, Nelson Mandela, have been very occupied trying to organize help from other countries, from the international community. And I was wondering, is this help enough or are you going to need much more support? I'd like to raise a concern I have, is that most of times the international community is quickly moved by a situation of crisis. As soon as we started to enter into a sort of normalcy, they believe that the problem is over, so they pack and leave. But that's why we... And that's exactly where I think you can play a very, very, very important role. That today this wonderful person wants to perform with me. May I have a big hand for Sir Cliff Richard. I am greatly honored that Sir Cliff Richard is prepared to come to Brussels to sing the duet Danny Boy with me. We meet backstage in the afternoon. It is a happy reunion. Good to see you. I'm good, thanks. How are you? I'm so fine. Stage, I haven't been on the stage. It looks so dramatic. Oh, wait, can you shake hands again? Shake hands. Can you please? What? Tell me what? You missed it. You missed it? Yeah. Go back. Howard! How are you? How are you? Yeah, good to see you.
For the CD recording of Danny Boy, I headed for London. Sir Cliff invited me to his magnificent country house. Helmut, how are you? I'm fine. Good, welcome. Come on in. I had an extensive tour of the grounds and we talked about how we would set to work. Cliff Richard is a very likable and charming man, as well as being very professional in the studio. But come ye back when summer's in the meadow, or when the valley's hushed and white with snow. It felt magical from the beginning, didn't it? The fact that our styles blend, even though we are so different. And so the more sensitive the song, I think the more enjoyable it is to perform it. And we were discussing today that, for instance, in pop music, it's not that we don't have respect for the original piece of material, but we are prepared to take it and twist it and bend it and go like this. And again, that's partly a different thing. The two different spheres that we come from, we respect each other and each other's work, and so therefore it didn't matter. That all blended well together. It was terrific. Between rehearsals, we want to nip out for a while. I want to show Sir Cliff around Brussels. Yes, there's a very special thing over there against the wall. Against the wall? What is it? It's a statue? It's a golden kind of statue, and it's lying down. And if you rub it, you can make a wish. Oh, okay. Oh, this is it. This is the statue. Where do we rub it? Anywhere? I think so. Oh, okay. Well, I. Yes, I made my wish. What about you? Are you going to wish? Can you only wish once? Our collaboration is something that I will never forget. So I decide to buy a surprise present for Sir Cliff. I want to send him home with something typically Belgian, and so we end up in the shop devoted to Tintin, our national comic strip hero. It's a black and white? Yes. This is the first book in English. Okay. I never saw this. This is amazing. So this is this is my gift to you from Belgium. Well, thank you, and I'm grateful that you gave it to me in English, so I will understand it. Great. Okay. Well, thank you very much. I never realized that Tintin was Belgian. After our almost perilous adventure, we get our breath back in the bar of the hotel. Well, my friend, cheers and good luck. Cheers to you. We're both happy with the results of the songs, and now to sing them live like this on stage with an audience is terrific. That's the best way to test it. And I shall hear how soft you tread above me. I've been here many times, and so I've walked around the place with all those beautiful buildings, but I've never sung there. And it was, again, a good experience because the buildings are so dramatic and the square is not so big, so that when you... I'm looking forward to seeing it on television because the lighting was very dramatic last night and very beautiful. So it's a great pleasure to be there. On the first day of rehearsals, part of the power failed and we had no light. But fortunately, the sound still worked. Meine Damen und Herren, wir haben ein technisches Problem mit dem Licht, aber let me entertain you. Well, I saw Uncle John with bald head and Sally. He saw Mary coming and he got back in the alley. Oh, baby. Oh, baby. Woo, baby. They're having me some fun tonight. Yeah, they're gonna have some fun tonight. We're gonna have some fun tonight. Have some fun tonight. Hey, everything's alright.
We're gonna have some fun tonight. Yeah, I said, come on over, babe. There's a whole lot of shaking going on. This is pure fun, so also during the concert, I put together a brief rock medley. Every night I'm there, I'm always there. She knows I'm there, and heaven knows. I hope she goes. I find it hard to realize that love was in her eyes. It's dying now. She knows I'm crying now. Geweldig. Lijkt welk genre dat hij aanpakt, zo dat pakt allemaal, dat werkt allemaal. Ik vind het merkwürdig, wie Helmut dat maakt, den alten Liedern, die man eigenlijk schon kent, immer eine noch persönliche Note zu geben. Wegens de omstandigheden dit jaar niet op vakantie kunnen gaan. En ik kan u verzekeren, deze avond heeft mijn hele vakantie goed gemaakt. Lo encontré magnífico, como siempre. Helmut is un concierto estupendo. Helmut Lotti is zo'n vielseitiger Künstler, der ist überall zu Hause. Ob er jetzt Klassik singt, ob er Pop singt wie heute Abend, also wir sind noch hin und weg. Vier dat wij als Belgen zo'n grote vedette hebben die we dan op zo'n mooie plaats kunnen neerzetten. Het zangtalent kwam nog beter tot uiting in dit historisch decor. Hij is eigenlijk een ambassadeur voor ons land. Dat vind ik dus echt schitterend. Comes the great moment for our children. They have been waiting for it for a very long time. But I can assure you, my heart is melting when I start singing Sailing with them. These children make me very happy. As a goodwill ambassador for UNICEF, I hope to be able to give that same happiness to many more children all over the world. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be